In Deurne is vandaag het vernieuwde Huub van Doorne College geopend. Het Huub van Doorne College is een VMBO-school met 600 leerlingen. De school is verhuisd naar dit nieuwe schoolgebouw. En er zijn ook nieuwe opleidingen, vooral op het gebied van techniek, die wordt toegepast in de auto-industrie. DAF reed vanmiddag met een nieuwe vrachtwagen het gebouw binnen. Die mag de school houden, zodat de leerlingen daarop kunnen oefenen. Dat kunnen ze doen aan de autostraat die in het schoolgebouw staat. Het Huub van Doorne College werkt ook samen met de Automotive Campus in Helmond.